Hallo dames en heren, tof dat ik kijk naar zo'n nieuwe video. En ja, het is eindelijk zover. De update van Kaasje is nu ook op Android. Ik zeg altijd, download nou Kaasje! Ja, ze hebben nu heel wat nieuwe mensen toegevoegd, zoals Marije, Anne, Eersit, Stefan en zo. Maar ik heb Eersit unlocked. En laten we even spelen als Eersit. Je hebt ook een nieuwe map, je hebt de pasta map, die was er al. Maar nu ook de rioolmap. Dus laten we die even uitproberen. En oh, er loopt al meteen een rat achter me aan. Oh, wat is dit? Oh. What? Ja, ging niet echt zo goed. Blijkbaar kan je nu ook ads kijken als je weer verder wilt gaan. Maar ik was toch niet zo ver, dus laten we vanaf nul beginnen. Wel leuk dat ze ook het skateboard hebben toegevoegd. Want ja, dat is echt wel iets dat bij Acid past, want... Hij had volgens mij toch wel wat skateboardvideo's gemaakt. Helaas komt hij wel de laatste tijd negatief het nieuws. Oh ja, dit is een van de leuke dinges. Ik kan hierdoor dubbele kaartjes krijgen. Vanaf nu is er ook wel een timer links in beeld. Vind ik echt wel goed dat ze dat gedaan hebben. Vorige keer was het er namelijk niet bij. Oh, de vlieg. Wat is dit? Ja, dit is alweer een... Zo van Flappy Bird. Ik vraag me lekker af van wat de sound effect is van Acid. Wat spring. Oh, magneet. Dit is geweldig. Nu komen. Oh jee, dat waren rode kaarsjes. Had ik beter moeten ontwijken, want ik hoorde in een video van Koen dat je met rode kaarsjes krijg je minpunten. En dat wil je niet hebben. Ontwijk de rode kaarsjes. Oh, ging nog net goed. Ah. Oeh. Ah, nog net één gepakt, denk ik. Van die rode kaarsjes. Oh, dit doet, dit ga je mee te sneller, heb ik het gevoel. Oh, weer Flappy Bird. Flappy Bird is echt zo'n reetspel. Oh, rode kaarsje weer. Vraag me af wat de vlaggetjes zijn, want die waren er eerst nog niet. Of is het misschien gewoon een versiering in vlaggetjes? Oh, de rat loopt weer achter me aan. Oh, onderdoor. Maar je wil echt niet weten hoe lang ik heb zitten wachten op de updates van Android. En nu is die eindelijker. Dit is toch wel zeker het spel van het jaar, volgens mij. Voor mij dan toch wel zeker de mobile game van het jaar. Ik heb het gevoel dat deze map toch wel wat moeilijker is dan die pasta map. Oh, geen kaarsjes vangen. Ah, ik denk dat dat kaarsje toch wel onvermijdelijk was. Ja, hier ga ik steeds dood. Ik wil je pasta map nog eens spelen. Ja, deze video ga ik alleen maar spelen als Acid. Laat even weten wat jouw favoriete poppetje is in het spel. Ik doe nu even Acid, omdat ja, hij is ook net nieuw. Daarna speel ik ook vaak als Milo. Aangezien met hem kan ik best veel geraken. En vang ik ook meestal de meeste kaartjes. Ook heb het gevoel dat ik wat trager ga dan normaal. Oh ja, nu gaan we het sound effect horen. En wat is het? Oh wauw, dat is nog een van de oude... Een oud stemmetje van Acid. Acid zit nog best lang op YouTube. Ik heb pas zijn kanaal ontdekt ergens begin 2015 ergens. Ik weet niet of jullie ook zijn video's kijken, maar ik kijk niet echt al zijn video's. Ja, zo af en toe een keertje kijk ik hem wel eens. Ik kijk eigenlijk sowieso al weinig Belgische YouTubers. Ja, weer dubbele kaartjes. We krijgen weer lekker veel kaartjes. Dit is super handig. Ik weet niet of ze in deze map ook rode kaarsjes hebben toegevoegd. Volgens mij is dat enkel in de rode map, want hier heb ik ze nog niet gezien. Oh ja, magneet. Ja, ja. Komt u maar, kaarsjes. Want ik heb nu de magneet. Oh, de magneet is nu al weg. Dat was wel snel. Schimmelkaarsjes. Dan zijn de knop omgedraaid nu. Oeps. Nou, we gaan een ad kijken. En we gaan weer door. Maar die tonnen zijn nog best lastig. Meestal ga ik zo dood bij die tonnen. Ah, weer dubbele kaarsjes. Weer lekker veel kaarsjes bij krijgen. En dan is het... Kaarsje. Oeps. Maar ja, dit was dan de video. Hopelijk vond je het leuk. Als je het spel nog niet speelt, download het wel nu. Maar ja, laat even weten wat jullie van deze video vonden. En of jullie dit meer willen zien. En dan zie ik weer terug bij een volgende video dus. Doei. En dan is het kaarsje.